Beste Statenleden, graag hadden we hier woensdag 7 oktober ontvangen in Steenwijkerland. Dat moet helaas op een ander moment weer plaatsvinden. Maar we hadden u graag willen meenemen in een aantal projecten waarop we als overheden echt goed samenwerken. En dat is dankzij uw steun en dankzij de inspanning van het provinciebestuur dat we ook met die projecten aan de slag kunnen gaan. En daar willen we u ook graag in meenemen. Een recent voorbeeld zijn de projecten van de RegioDeal, die we met steun van het Rijk ook nu kunnen uitvoeren. Onderdeel daarvan is Smart Mobility en het spreiden en verleiden van toeristen. Dat spreiden en verleiden doen we door twee dingen. Het inzetten van Smart Hospitality en Smart Mobility. Dat eerste betekent dat we onze bezoekers actuele informatie willen geven over wat er gaande is in het gebied. En bij voorkeur real-time. En dat gaan we op een speciale manier doen, juist in deze plattelandsgemeente. Daar willen we u graag in meenemen de volgende keer. Als voorzitter van het Nationaal Park Werenbewiede ben ik de provincie zeer erkentelijk voor de bijdrage die zij doet aan de Nationaal Park Nieuwe Stijl aanvraag. Dat betekent dat wij als gebiedspromotor en gebiedsontwikkelaar een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteitssprong van het Nationale Park. Dat we aan natuurontwikkeling en natuurbehoud kunnen doen. Dat we bezig kunnen zijn met toekomstbestendige landbouw. Dat we daarnaast duurzaam toerisme kunnen ontwikkelen. En dat we ook de leefbaarheid en de kernen daarmee kunnen vergroten. Een nationaal park als toeristische trekpleister, maar ook als ontwikkelaar in de grote transitieopgave rondom duurzame energie, rondom klimaatadaptatie en rondom allerlei gebiedsvraagstukken in ons gebied. We willen bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied en we staan voor het European Wetland Center. Zo heet het nu nog niet, maar dat is onze ambitie. Een plaats waar toeristen kunnen kennis maken met de ambachten in het gebied, met de ontstaansgeschiedenis van onze natuur en waar ze kunnen zien wat de unieke ingrediënten van het gebied verderop zijn. Een manier om toeristen te spreiden. Dus niet alleen maar hangen in Giethoorn, maar verspreiden over het totale gebied. En wat cruciaal is bij deze ontwikkeling, waarvan ik hoop dat u daaraan gaat bijdragen, is dat we ook de verkeerstechnische maatregelen nemen om te zorgen dat dit dorp achter dit initiatief gaat staan en ook er het draagvlak is om dit verder te brengen. Dank u wel.